In deze uitzending gaan we naar Huis Kernhem, naar de expositie Inkijk van Platform Edese Kunstenaars. Welkom bij Mooi Zo. Sinds jaar en dag organiseert het Platform Edese Kunstenaars, kort gezegd PEC, een najaarsexpositie. Zo ook dit jaar. In Huis Kernhem is tot en met 14 november de expositie Inkijk te zien. Meer dan 20 kunstenaars werden geïnspireerd door het thema Wat drijft de kunstenaar om een werk te maken? Hoe werkt het in zijn hoofd en hoe komt hij tot een kunstwerk? Men kan tijdens de expositie filmpjes bekijken over de werkwijze van de diverse kunstenaars door middel van een QR-code. Deze staan ook op de website van PEC. Marjan, gefeliciteerd met deze prachtige expositie Inkijk. Van waar de naam? We dachten, het is misschien eens leuk als wij mensen laten kennismaken met wat er in ons hoofd gebeurt. Dus dat was de reden dat we voor deze titel hebben gekozen. En hoe begint dan zoiets? Hebben jullie een vergadering van wie heeft er wat te melden, wat er in het hoofd zit? Of hoe gaat dat? Nou, zo niet eigenlijk. Meestal organiseer ik de jaarlijkse najaarstentoonstelling van PEC met Ine Boeien. En wij gaan dan zitten en dan zeggen we, oh, we moeten nog een idee. En dan gaan we los en eigenlijk is het een beetje heen en weer tennissen en dan zijn we er. Het is een hele boeiende, afwisselende tentoonstelling, hè, met allerlei kunstenaars van PEC. Wilde iedereen meedoen? Nou, eigenlijk het grootste gedeelte doet mee, ja. En het was ook alsof iedereen heel veel zin had om weer naar buiten te treden met zijn werk, het atelier weer uit. Ik vind dat je dat kan zien. Absoluut. Jullie hebben verleden jaar ook een expositie gehouden. Elk jaar een grote tentoonstelling gezamenlijk. Dat is wel mooi. Wat zegt dat over de eensgezindheid van PEC? Nou ja, het is bijna onverenigbaar. Een kunstenaarsvereniging met allemaal springende kikkers die uit hun kruiwagen willen. Maar toch lukt het bij PEC heel goed. Wij hebben we kennen elkaar lang en er komen soms nieuwe mensen bij. Maar ja, het is wel een harmonieuze onrust, zeg maar. Zo kun je het wel stellen. Het is gewoon leuk. Ja. Dat is mooi gezegd. Een nieuwe voorzitter ook? Ja, klopt. Ja, daar zijn we heel blij mee. Johan Jansen. Ik denk dat je hem ook nog maar eens moet interviewen, Bea. Ja. Kun je iets vertellen over jouw eigen werk? Ja, ik schilder eigenlijk altijd over. Schilderde altijd over mensen en hun relatie tot elkaar en tot de natuur. En de laatste tijd verdwijnt die mens eigenlijk een beetje uit beeld en zijn plek wordt ingenomen door coniferen. Dat is eigenlijk wel wat er aan de hand is, ja. Ik volg jou ook op Facebook. Ik zie de meest mooie foto's van landschappen en zo voorbij komen. Dat inspireert jou behoorlijk. Ja, het ligt op straat eigenlijk altijd. Of in de natuur, hoe je dat wilt noemen. Ja. Ine, van jou zijn we gewend dat je wat met tafels hebt, maar ook met wat erop staat. Ja, dat klopt. En dit is wel een voorbeeld daarvan. Want op een tafel kan natuurlijk van alles gebeuren. Schalen, zoals ik nu in dit nieuwe werk laat zien. Die balanceren, die misschien ervan afvallen. Dat is nu onderwerp geworden van mijn werk. Het is nu plat op deze manier. Tweedimensionaal, zeggen ze dan. Jouw driedimensionale werk vergeet je ook niet? Absoluut niet, nee. Dat blijft natuurlijk mijn grootste liefde houden. Dit is in zekere zin wel een plat werk, maar het komt ook wel weer van de muur af. Want dit pelletje waarvan je collega terecht zei van, is het werk al af of moet het nog van het pelletje af? Dat hoort bij het werk. En daarmee wordt het ook van plat nu ook al een beetje driedimensionaal. Dus je voelt misschien, het balanceert op dat pelletje. Dat staat er recht overheen, maar echt lekker staat het nog niet. Ja, dan kom ik toch bij de vraag, wanneer is een werk af? Dat is een hele goede vraag. Dus het werk is af als je denkt, hier kan ik even niets meer aan veranderen. Dat wil ik dan niet. En een werk is natuurlijk in die zin dan af voor dat werk. Maar je proces waarin je denkt en waarin je dus weer een nieuw werk wil maken, dat gaat gewoon door. Dus dan wil je. Dan heb je een idee van, oh, nu ik dit gemaakt heb, dan wil ik misschien eens een heel ander type werk maken waar een onderdeel hiervan niet goed uit de verf kwam. Of toen ik op het idee kwam om dat te gaan maken, kwam er nog iets anders bij en dat kan ik goed gebruiken in een volgend werk. Je bent lid van PEC, Platform Edese Kunstenaars, al jaren. Je hoort bij het meubilair. Absoluut. Meer dan dat. Echt, het heeft mij ook veel gebracht. Ik vind het een heerlijke vereniging met veel gelijkgestemden. Mensen, vriendschappen die ontstaan, mensen met wie je samenwerkt. Initiatieven die je nu misschien soms met een hele groep, maar ook wel in kleiner verband gaat ontwikkelen. Dat maakt zo'n vereniging mogelijk. Mirjam, we staan hier voor jouw werk. Toen ik het zag, dacht ik,
echt gaaf. Je kunt zien, dit mens kan tekenen. Ja, dat is dan natuurlijk heel erg lang. Want net zag ik iemand die bij Poelgi werkt. Jan Vosman, die had zijn werk bij Poelgi. Ik dacht, oh, jeetje, nou ja, dat is mijn academietijd, weet je wel. Dat kende ik Poelgi heel goed. En dat begon in 1962. Ja. Maar ja, zo lang teken ik al. En inderdaad, vooral de natuur, maar vooral mensen, heel veel mensen. Maar ook in combinatie met, hè, nu bij deze is het in combinatie met muziek. En dan worden je lijnen, die worden totaal verschillend van dat je dus alleen maar natekent. Dus dan gaat gewoon die muziek, die gaat in de lijn zitten en dan... Ja. Dat zie je er ook uit. Toen jij je kreeg het idee van om mee te doen met deze expositie Inkijk, wat dacht je toen? Waar begin ik? Ja, ik dacht, oh, weer. En, maar, dus toen dacht ik, ja, ik ga gewoon in die beweging gewoon door. Met Freek heb ik natuurlijk met die grote dingen bij de vorige tentoonstelling samengewerkt met modellen. En toen waren het echt naakmodellen. Ik teken heel veel portretten en dan is de eerste tekening heel precies, echt goed kijken, kijk. En dan de tweede met penseel in een paar lijnen het weergeven. Nou, bij muziek heb ik hiervan, heb ik door de eeuwen heen stapels gemaakt. Maar dit is, ja, deze dacht ik, die zijn mooi bij elkaar. Er zijn verschillende filmpjes gemaakt terwijl jullie aan het werk waren. Waar kunnen we die zien? Die kun je zien, hier, ter plekke, als je je telefoon meeneemt. En daar zit dus zo'n teken op de vloer, Q-code, de Q-code. En dan kun je al die filmpjes zien. Ben je even bezig natuurlijk, maar als je nou geïnteresseerd dan kun je die net uitkiezen. Ja. En er is ook nog een website, hè? Uiteraard, ja. En op social media, maar dat laatste ben ik niet zo goed in, hoor. Tot zover deze uitzending. Reacties kunt u mailen naar mooizo@xon.nu. Een nieuwe aflevering is te zien vanaf 22 november. Voor nu, dank voor het kijken en graag tot een volgende keer.